Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe review hier bij Bieren met Menno. Vandaag is het tijd voor een bier uit het buitenland, een keer weer, ja. Ik wil toch wel meer buitenlandse brouwerijen ook op dit kanaal reviewen. En bij deze is het eentje van Puhasta uit Estland, ja. En ik heb deze vanmiddag gekocht bij Smaakhuis hier in Lissen. Het is een tropical, hij heet Tropical Candy, een Florida wijze met een alcoholpercentage van, schrik niet, 2,8%. Nou, altijd lekker om zo het weekend mee te beginnen. Jullie weten, het is niet best weer deze week. Het is regen, alleen maar regen. En het wind, maar ik ga gewoon een wijze drinken. Why not, hè? Zuur bier, volgens mij. 2,8%, 33 centiliter blik en check het etiket. Atsie. Ik ben benieuwd. Ik heb één keer één bier van Puhasta gedronken. En was alweer voor mij een jaar geleden. Maar ik ga hem gewoon inschenken, toch? Hij komt er al uit. Ik weet niet of jullie het zien. Hij wil gewoon zo graag eruit. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem gewoon inschenken. Ben je rustig inschenken, Menno? Want kijk, dan krijg je ervan. Kijk, check. Het is een en al schuim. Ja. Kijk of ik er nog een beetje zachtjes mee kan doen, maar het is alleen maar schuim. Ja, hier zien jullie nu een beetje het kleur van het bier. Ik zal het even laten staan. Ik ben benieuwd. Voor mij is dit een zuur bier. En jullie weten, ik hou niet zo van zure bieren, maar weet je, ik heb toch een bierkanaal en ik dacht, weet je, we gaan gewoon een zuur bier reviewen. Ik hoop dat ik een beetje de kleur kan zien door de schuimkraag, zoals jullie zien. En de kleur komt nu alweer een beetje naar boven. De kleur is een beetje, ja, oranjeachtig. Hij is. Is die hasty? Hasty? Als ik het goed heb. Ja, wel een beetje. Nou, een beetje. Het is gewoon een hazy bier, zo te zien. Ik ben bang als ik er nog meer in schenk, dat hij nog meer gaat schuimen. Heel zachtjes. Inschenken. Check. Geel. Oh, nee, meer oranjeachtig, hè? Ja, meer oranjeachtig. En ik ga gewoon even kijken of ik wat door de schuimkraag krijg qua geur. Het eerste wat ik krijg is passievrucht. Tropisch. Beetje ook wel een beetje een soort die bananasplit-achtige geur. Mango komt ook wel lekker naar boven. Of misschien is de mango wel. Ja, een beetje gerijpte mango. Hij is in ieder geval tropisch in de neus. Laten we daarop houden. Ja, tropisch. Ik ga hem proeven. Ik ga proberen. Ik ga gewoon stoppen en ik zeg proost. Zuur is die. Is hij te zuur? Ik vind hem redelijk. Hij is niet te zuur. Je hebt ook wel eens van die bieren. Ik weet niet of ik die op mijn knaap staan. Ik denk dan, oei, van dat wegtrekkende, van dat die echt zuur is. Ik ga een beetje inschenken, want nu is de schuimkraag helemaal weg. Kijk, dit gaat iets beter, denk ik. Hoop ik, hè? Als je het kunt zien. Maar ja, zuur. Wel een mooi zuurtje, vind ik. Ik dacht echt van, nou, dit bierstijl is niks voor mij. Dus ik begin er ook maar niet aan, maar nu toch, hè. Ja, tropisch fruit, de passievrucht, mango. Beetje gerijpte mango dan wel. De ananas komt goed terug. Echt een beetje sapje is dit. En voor zo'n 2,8%, ja. Is hij goed doordrinkbaar? Natuurlijk, hè, want het is maar 2,8%. Maar dat proef ik er niet aan.
Nee. Ik ga me natuurlijk een cijfer geven, nog steeds hier bij Bier met Menno. Hij heeft een mooie body, zeg maar. Ja, mooie body. Ik ben hier wel tevreden mee eigenlijk. Toen ik hem zag, ik zat te twijfelen, maar ik denk, fuck it, ik koop hem gewoon om op mijn kanaal te zetten. Ja, smaak van mango blijft ook lang hangen in de mond. Ik proef het nog steeds een beetje. Ja, op een tap komt die, staat hij op sour, fooded sour. En Florida wijze. Ja, ik weet niet precies wat het verschil is, eerlijk gezegd. Dus als iemand het weet hier in de comments, laat het even weten. Ik ga mijn cijfer geven hier bij Bieren met Menno natuurlijk. Ja, mango, ananas. Mooi zuurtje, ja. En dit biedt voor mij een 7, mooie voldoende. Ik had nooit verwacht dat ik deze zo hoog zou geven. Ik dacht misschien een 6, ook voldoende natuurlijk. Maar een 7 voor Puhasta, hun. Tropical Candy, check. Laat even zeker weten of jullie deze al gedronken hebben hier beneden in de comments. En wat jullie er uiteraard van vonden natuurlijk. Ik ben hier wel tevreden mee. Eerste review van het weekend. En 2,8%, dus ik kan nog een review opnemen of nog twee reviews. Dan ga ik vanavond even kijken. En like deze video. Hebben jullie wat te melden? Andere bieren van andere buitenlandse brouwerijen? Laat zeker weten hier beneden in de comments. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent natuurlijk. Hè? Want dat vind ik altijd leuk om te zien dat ik groei. En ik zie jullie gewoon bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zou zeggen, proost!